Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze Farming Simulator 25 tutorial. Een extra tutorial over de helper naar aanleiding van mijn, video over het samenvoegen van velden of creëren van velden. Kreeg ik de vraag, kun je deze velden ook splitsen? Dus als je een groot veld hebt, kun je daar ook dan meerdere kleine veldjes van maken en werkt de GPS daarop en kan de helper daarmee uit de voeten, herkent hij dit? Nou, dat gaan we vandaag uitzoeken. Ik heb dit grote veld eventjes gekocht als test. Als we dit veld nou in een paar kleinere veldjes verdelen. En dan gaan we eens even testen of die dit herkent. Nou, dat moeten we als eerst natuurlijk eventjes in het bouwmenu zijn. En dan hier bij het modelleren. Nee, niet modelleren. Verder is prima. Dan pakken we gewoon eventjes de groene kwast. Nou, eigenlijk komt het niet heel precies. Dus als ik nou gewoon... Je moet niet te snel willen. Dat was me al wel opgevallen. Als je nou gewoon zo hier een lijntje trekt. Ja, dit worden hele creatieve velden. Nou, heb ik dit veld dus in, nou, wat is het, 4 stukken verdeeld. Dan gaan we nu eens even kijken. Als ik nu met de trekker erop rijd en ik druk op H, herkent hij dit? Het antwoord is ja, dit herkent hij. Kijk, hij pakt hier een klein stukje van het land. En nu heb ik niet eens een heel groot breed spoor ertussen gemaakt. En GPS geldt eigenlijk hetzelfde voor, want als die werkt, dan werkt die ook. Nou, en dit is nog niet eens heel breed, vind ik. Maar stel nou dat ik het nog iets kleiner maak, iets moeilijker maak. Dus pakken we de verfkwast of we doen even het beton voor extra opvallende lijn. Even iets dichterbij. En ik trek hem vanaf daar. Hebben we dit veld nog een keer gesplitst. Nou is dit niet zo'n hele brede lijn. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat hij dit niet herkent. Maar we gaan het zien. Kijk, dit is echt... Het zit bijna tegen elkaar aan. Gaan we weer in de trekker zitten. Drukken we op H. Nou, hij herkent het toch wel degelijk. Dit is echt boven verwachting. Dit had ik zelf niet verwacht. Want hier zie je ook dat ik gewoon stukjes vergeten ben. En toch herkent hij dit als één veld. Nou, dit vind ik echt chapeau. Dit hebben ze echt heel goed voor elkaar. Tot zover deze tutorial video over het landen splitsen. En of de helper / GPS het dan herkent. Het antwoord is ja. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Mocht het zo zijn, druk dan even die duim erop. Zou ik erg waarderen. En wil je meer weten, laat het zeker weten in de reacties. En wie weet komt er wel een video van. En wil ik je bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende video. Ontzettend!